zoomkippen. Ernst, moet je kijken. Ja, jullie zijn er al. Ja. Jullie gaan straks kijken naar de Ernst en Bobby show. Maar weten jullie eigenlijk wel dat je na de voorstelling ook gewoon naar ons kan kijken? Ja, natuurlijk. Op internet, op de Telekids app. Ja, en we hebben speciaal voor de ouders ook iets leuks. De Facebookpagina van Ernst en Bobby. Ja, en dan kan je zien wat we allemaal meemaken in het dagelijks leven, achter de schermen dus. Maar je kan er ook kaartjes winnen voor de show, je kan cd's winnen, dvd's, nou, noem maar op. Oh, daar zijn jullie. Kom op, jullie moeten op. Er zitten mensen in de zaal, de deuren zijn al dicht. 30 seconden naar nu. Go, go, go. Nou, kan je er niet een half minuutje van maken? Wil ik ook nog even plassen? Nee, de tune loopt al. Kom op. Ja, maar bij mij loopt het ook al bijna. Ik moet echt even plassen. Hup, lopen. Ja, maar zo. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, hier zijn ze, Ernst en Bobby! Hallo! Ernst, Ernst, Bobby en de rest! Zijn je zingers mee? Ernst, Bobby en de rest! Kan toch harder? Ernst, Bobby en de rest! Heb je het aan vieze tantes, huiswerk maken, pianoles? Blech! Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest! Oh, kijk dan maar! Ernst, Bobby en de rest. En nou drie keer zo hard. Ernst, Bobby en de rest. Met z'n allen! Ernst, Bobby en de rest. Nog een keer. Ernst, Bobby en de rest. Wat kunnen jullie lekker zingen? Weet je wat, we gaan meteen nog een liedje doen. Kennen jullie deze? Dat is... Wie zijn hier de baas? Die ken ik. Ja, nee, of zij hem kennen. Zoek tuurlijk kennen zij hem eerst. Met z'n allen. Zing maar mee. En wie zijn hier de baas? En nou jullie. Zijn Ernst en Bobby. Zijn Ernst en Bobby. Oh, en wie vindt dat idee te dwaas? Jammer, vandaag zijn wij de baas. Vandaag is heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, vandaag is niet gewoon. Nee, echt niet. Want onze stemmen die klinken door deze hele mooie kleine microfoon. Het is een microfoon. We sturen de brandweer naar een uitslaande brand. Want vandaag hebben we alles in eigen hand. Zing maar mee. En wie zijn hier de baas? En nou jullie. Zijn Ernst en Bobby. Oh, en wie vindt dat die deed een dwaas? Dat is nog jammer, vandaag zijn wij de baas. Je hoeft vandaag niet naar school. Wel, nee. Je hoeft vandaag niet vroeg naar bed. Ga maar lekker laat. Je hoeft vandaag niet naar je oude opa. Je hoeft vandaag niet in het net. Want vandaag wordt er geen bank meer beroofd. En we zorgen dat alle brandjes zijn gedoofd. En nou jullie. En wie zijn hier de baas? Lekker hard. Oh, en wie vindt dat idee te dwaas? Dat is dan jammer. Vandaag zijn wij de baas. Bobby, kom nou eens hier. Luister nou eens goed. Hoe vaak gaan wij het nog zeggen? Nou, we gaan het niet zeggen, want ik ga namelijk ontzettend lekker plassen. Nee. Vandaag zijn wij de baas. Dat was één. Ja. Maar er komen nog twee refreinen aan en die zingen zij allemaal mee. Ja, maar ik moet nodig, hè? Ook de vaders en de moeders. Oké, snel zingen dan. En wie zijn hier de baas? Jullie. Zijn Ernst en Bobby. Zijn Ernst en Bobby. Oh, en wie vindt dat die deed het dwaas? Dat is dan jammer. Vandaag zijn wij de baas. Laatste keer. Allerlaatste keer. En wie zijn hier de baas? En schreeuw het maar uit. Oh, en wie vindt dat die deed het dwaas? Dat is dan jammer. Vandaag zijn wij de baas. Ik zeg hallo jongens. Ah, dat kan toch harder. Hallo jongens. Meisjes. Huh? Meisjes. Oh ja. Hallo meisjes. Hallo. Hallo moeders. Hallo. Hallo vaders. Hoi. Oh man. Vorige keer dat wij hier optraden, ja, zijn we de grootouders vergeten. Ja. En dat moeten we natuurlijk even nu rechtzetten. Dus ik wil een warm applaus. Nou, weet je wat, ik verwelkom ze. Ik zeg, hallo oma's. Hallo. Er zijn toch meer oma's dan dit? Hallo oma's. Hallo. Ja, er zijn echt niet zoveel oma's.
Hallo opa's. Twee opa's, hartstikke goed. Ernst, kom op man. Misschien hè. Ik moet nodig. Zijn er ook wel jongens en meisjes in de zaal die hun huisdier hebben meegenomen? Die moeten we natuurlijk ook even een warm welkom heten. Nou, snel. Ik wil een warm welkom voor alle pissebedden. Oh, dat is vals. Wat heb je nog meer? Waterhoentjes. Nee, niet zeggen. WC-eenden. Ah. Kakkerlakken. Ah. Nou, ga plassen. Dan. Ja, hoop. Oh, nee. Is jongens, allemaal flauw. Oh. We gaan beginnen. Jongens en meisjes, vaders, moeders, ooms. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Oh, man. Oh. We gaan beginnen. Jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's, welkom. Oh, het regent, de pannetjes worden nat. Toen kwam er een soldaatje aan, die viel op zijn billen. Oh. Oh. Ik zou willen... Goed, ik geloof dat we nu dan toch eindelijk gaan beginnen. Welkom bij Ernst en Bobby. We gaan het deze middag... Zo, Ernst! Er komt nog meer! Kijk nou maar voor je. Yeah. Kijk maar. It's raining men. Hallelujah. Oh, lekker zeg. Oh, lekker. Oh, Ernst, ik ben gewoon 10 kilo lichter, man. Ja, moet je kijken. Oh, we gaan wacht beginnen. Wacht even. Ben je nou nog niet klaar? Nee, ik moet nog doortrekken. Ja, dat is waar. En je handen wassen. Nee, dat heb ik al onder het plassen gedaan. Zo. Nou, zeg dat. De grappen worden nog wel beter dan dit, hoor. Dat is helemaal niet waar, trouwens. Maar dat maakt niet uit. Okay. Ernst! Wat nou weer? Hij doet het niet. Nou, we hebben met z'n allen gehoord dat hij het prima deed. Nee, welkom bij... Hij trekt niet door. Hè? Hij trekt niet door. Er komt geen water. Oh? En doe eens langzaam. Langzaam. Er komt langzaam geen aan water. Dat ding trekken. Ja. Huh? Langzaam trekken. Niks. Wat raar, joh. Ja. Want in de keuken hebben we namelijk wel gewoon water. Oh. En dat is dezelfde leiding. Moet je kijken. Ik heb net op mijn handen gewassen. Hier zo. Kijk, hier stroomt gewoon water. Nou, onzichtbaar misschien, want ik zie niks. Hè? Ik zie geen water. Huh? Man, we hebben geen water. Wat? We hebben geen water. Wat moeten we doen? Ernst, zal ik de leiding op me nemen? De leiding? Ja, de waterleiding. Dat heb ik wel eens op de televisie gezien, jongens. Dan maken ze een gat in de grond, halen ze de leiding eruit, plakken ze hem weer en doen ze hem weer terug. Komt goed. Bobby, stop. Denk even na. Even nadenken. Ja, klaar. Bobby, stop. Denk nog heel even na. Nog even nadenken. Au. Ja, klaar. Bobby, stop. Ik denk, hè, als je hier een gat gaat graven. Jij wil een gat graven, een beetje diep gat. Ja, 60 centimeter. 60 centimeter. Groot gat. Ja, groot. Ik denk, hè, dat mevrouw Heijboer dat helemaal geen goed idee vindt. Wie is nou weer mevrouw Heijboer? Onze onderbuurvrouw Soepkip, waar jij door het plafond heen komt zetten als je hier een gat gaat graven. Oh ja. Denk nou even na, man. We hebben een probleem met water. Wie bel je op? De politie. De politie? De waterpolitie, die heb je. Ja, nee, dat zal best dat je die hebt, maar die bedoel ik niet. Denk even na, hersens in beweging. We hebben een probleem met water. Wat gaan we doen? Denk even water trappelen? Water trappelen, nee. Oh, water fietsen? Nee, natuurlijk niet. Watermeloenen? Hou nou even op, man. Oké, we hebben geen water. Wie bellen we op? De gieter. Wat heb je nou aan een gieter als je geen water hebt? Jongens, help me even. Als je een probleem hebt met water, wie bel je op? De lood... De loodgieter. Zijn kinderen van zo groot weten... Oké. Nou, dan bellen we toch de loodgieter. Wat is het nummer van de loodgieter? Dat is leuk, want ik ken namelijk alle loodgieters van heel Nederland... alle telefoonnummers uit mijn hoofd. Perfect! Doe maar uit Heer Hugo Waard. Lekker in de buurt. Nee, man, nog logisch ken ik niet alle nummers van alle loodgieters van Nederland uit mijn hoofd. Hoe moet ik dan bellen? Ja, wat denk je? Gewoon zelf maar wat verzinnen? Nee, natuurlijk niet. Dan ga je... Daar staat daar een computer, laptop, loop je naartoe. Doe je hem open. Doe je hem open. Zet je hem aan. Zet je hem aan. Nou, kom op. Google. Ja, en dan toets je in wat je wil weten. Wat moet ik in toetsen dan? Ja, weet ik veel. Ja, weet ik veel. Sorry, nou is het klaar, maar het is zo verschrikkelijk. Dit. Die mensen hebben dus allemaal een kaartje gekocht om naar ons te komen kijken. Ja, zielig hè? Ja, best wel. Kijk, hier, Google. Waterproblemen, telefoonnummer. Enter. Hier. 0900 water. In 0,054 36 seconden.
Waarom zitten ze er eigenlijk altijd bij? Hallo, u spreekt met Bobby van Ernst, Bobby en de rest. Ik stond thuis te plassen en toen wilde ik doortrekken. Toen was er geen water. En ook in de keuken is geen water. En... Huh? Oh. Je hangt op. Ja. Ja, je hangt midden in het telefoongesprek, hang jij op. Die mevrouw zegt, er staat één wachtende voor u. Ha, maar dat ben jij natuurlijk. Ha, sta jij op mij te wachten? En hoe ziet ze dat dan? Ik sta te wachten totdat jij je verstand terugkrijgt. Oh, dan kan je lang wachten, Ernst. Ja, je hebt helemaal niemand gesproken. Jawel, een mevrouw die zei, er staat één wachtende voor u. Dat was geen mevrouw. Dat was een meneer. Nee, dat was een bandje, een cassettebandje. Een wat? Laat maar zitten. Bel terug. En dan blijf je net zo lang aan de telefoon tot die mevrouw terug gaat praten. Dat ik een levende mevrouw aan de telefoon heb. Hallo? Bent u een levende mevrouw? Stop. Ja. Oh, leuk. U spreekt met Bobby van Ernst, Bobby en de rest. Ja. Ernst, Bobby en de rest. Ik kent ons. Schiet even op. Huh? Ja, of we meedoen. Ja, we doen mee. Luister. En zeg hallo. Hallo. Blikkie. Ja. Zeg tegen die mevrouw dat die loodgieter hier naartoe moet komen. Ja. Gaan we eerst de voorstelling spelen. Doen we daarna eten. Om 8 uur vanavond. Geef door. 20:00. Ja, Ernst, zeg wat. Dan zei je. 20:00. Of het zeker weten. Jaha. Jaha. Ja, oké. Dag. Kusje. Mwa. Een kusje gegeven. Je gaat toch niet een wildvreemde mevrouw een kusje geven? Ze klonk zo lief. We zijn op tv, dat zien ze thuis ook, hè? Nou, maakt niet uit. Nog even iets. Je hebt helemaal niet tegen die mevrouw gezegd waar die loodgieter naartoe moet. Nee, maar dat had ik al tegen die eerste mevrouw gezegd. Dat wij ons thuis was. Dat was geen mevrouw. Jawel, dat zien ze dan op zo'n scherm. En deze mevrouw was blij, jongen. Ze bedankt ons namens de hele bevolking van Nebuku. Van? Nebuku. 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 Nebuku? Het nieuws met Loretta Schrijver. De actie 0900 water, geld inzamelen voor schoon drinkwater voor het Afrikaanse land Nebuku, is een groot succes. Veel BN'ers hebben zich van hun goede kant laten zien, maar wie zich van hun allerbeste kant hebben laten zien, ja, dat zijn toch wel Ernst en Bobby. Zij hebben zojuist toegezegd om €200.000 te schenken voor deze actie. En hiermee is de actie eigenlijk al meteen volledig geslaagd. Al het geld is in één keer binnen. De hele bevolking van Nebuku staat te dansen en te zingen van plezier. We kunnen nu dankzij Ernst en Bobby stoppen met de verdere inzameling. In een latere editie van Het Nieuws komen we uitgebreid terug op deze geslaagde actie voor Nebuku. Grappige Ernst, je zegt Nebuku, maar je schrijft Nebuku. 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 Even heel iets anders. Ja. Waren wij op tv? Nee, man, we staan hier in het theater, hier in Gewaard, hartstikke leuk. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is, hadden ze het op tv over ons? Nee, Ernst, hadden ze het maar eens over ons op de tv? Ze hebben het nooit over ons. Ze hadden het volgens mij wel over ons. Nee. Spoel even terug. Maar dit ding, dat is nieuw, dat kan je terugspoelen. Huh? Hoe dan? Spoel nou gewoon terug. We kunnen nu dankzij Ernst en Bobby stoppen met de verdere inzameling. In een latere editie van Het Nieuws komen we uitgebreid terug op deze geslaagde actie voor Nebuku. Grappige Ernst, je zegt Nebuku, maar je zegt. Bobby! We hebben een probleem. Wil je daarover praten? Nee, man, we hebben echt een probleem. Wat dan? Je hebt helemaal niet gebeld met de loodgieter. Ik heb wel gebeld met de loodgieter. Moet ik hem nog eens terugspoelen? Nee. Je hebt meegedaan met een of andere actie voor schoon drinkwater in Afrika. Nebuku. Leuk, man. Ja, hartstikke leuk. Maar je hebt €200.000 beloofd voor schoon drinkwater in Afrika. Nou, dat is aardig. Zo zie je maar weer. Ik ben een aardige peer. Je bent ook een aardige peer. Maar je bent ook een peer die helemaal geen €200.000 heeft. Nee, maar jij wel. Ik ook niet. Ook niet? Wat moeten we doen? Oké, oplossing. Oplossing. We pakken de lange tuinslang. Ja. Die doen we daar aan het kraantje. Ja. Dan loop ik daarmee naar Afrika toe. Als ik in Afrika ben, doe ik mijn duim omhoog. Doe jij het kraantje open, hebben ze daar schoon drinkwater. Ongelooflijk stomme oplossing. En we moeten wel echt wat vinden, Bobby. Want ze staan te zingen en te dansen in de straten. Omdat ze denken dat wij dat geld leveren voor al dat schone drinkwater. Oké. Bobby, we moeten iets doen. Oplossing 2. Ja.
We sturen poederwater op. Wat is dat? Heb ik op Telcel gezien. Dat is poeder. Ja. Dat doe je in een bakkie. Ja. Doe je er een litertje water bij. Ja. Even klutsen. Mm-hmm. Heb je een liter water. Met een mooie doek erbij. Schitterende doek. Wat slaat dat nou op? Dat we moeten. Heb je nog andere ideeën hoe we aan heel veel schoon drinkwater kunnen komen voor Afrika? Nou, dan bellen we ome Bill. Ome Bill wie? Ome Bill Gates. Onze ome Bill Gates. Ja. Van tante Melinda. Ja. Ja, hoezo? Die bellen we toch alleen maar op als we een probleem met de computer hebben? Nee, maar ome Bill doet iets met schoon drinkwater in Afrika. Met tante Melinda? Ja. Ik wist het niet. Zal ik hem bellen? Ik vind het goed. Leuk, jongens. We gaan ome Bill bellen. Leuk. Of willen jullie hem ook zien, ome Bill? Dan kunnen we skypen. We skypen wel even met ome Bill. Wacht even, Skype en dan Bill. En dan zet ik hem op dat scherm, zo. Gekke naam eigenlijk, Bill. Bill. Oh, hey, guys. Hebben jullie weer problemen met de computer? Koop er eens een echte. Ik had ook problemen met mijn computer. Ik heb hem gewoon uit de Windows gegooid. We sign it. Het zijn Ernst en Bobby. Hi, guys. Zeg eens hi tegen tante Melinda. Hi tegen tante Melinda. Wat zien jullie er goed uit? Nou, bye. Bye, tante Melinda. Komen jullie snel weer eens eten? Ja, appelflappen met Miho. Dus guys, jullie hebben weer problemen met je computer. Hè? Probeer eens Control-Alt-Delete. Daar gaan onze problemen niet van weg, Omobiel. Ja, lekker Miho. Oh, probeer anders even stekker eruit en stekker weer erin. Nee, we hebben geen computerproblemen. We hebben andere problemen. Oh, jullie hebben weer problemen met de vrouwtjes, hè? Nee, net toevallig vandaag niet. Nee, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen, ome Bill. We hebben per ongeluk meegedaan met een actie voor schoon drinkwater in Afrika. Nubuku. En daar hebben we heel veel geld beloofd voor schoon drinkwater. Alleen dat geld, dat hebben we helemaal niet. Nubuku, oh, die kennen we wel. Groot probleem, guys. Die hebben weinig goed drinkwater. Hoeveel hebben jullie beloofd? 200.000 euro, ome Bill. Maar dat geld hebben we helemaal niet. Kunt u ons helpen? Please. Maar Melinda, de Ernst en Bobby hebben 200.000 euro beloofd aan Nubuku. Nubuku? Ja, Nubuku, ja. Hey, Melinda, ga eens rechtop staan. Nee, niet Buku. Nubuku. Whatever. Guys, 200.000 euro? Ja? Is no problemo. Huh? Ik stuur jullie gewoon een check toe. Echt waar? Oh, wat en goed. Guys, ik heet Bill en ik betaal de bill. Want zonder water kun je niet. Ook niet Nubuku. Ik stuur hem per post toe. Fantastisch, Ernst. We krijgen post van ome Bill. Een check. Ja. Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, krijg je post. Zing eens mee. En met een mooi rapport. Krijg je post. Dan krijg je een kaart met beterschap. Lig je met 40 graden en ben je ziek? Heb je steeds een loopneus of een hele grote griep? Ben je hard gevallen en heb je bulten op je lijf? Of heb je pijn in je keel of zijn al je spieren stijf? Denk dan eens, het is nog niet zo erg. Wel nee, want dadelijk komt de postbode, die brengt een hele berg. Als je jarig bent, krijg je van onze ome Bill. Wat aardig van die man dat die ons helpen wil. Ja, dit is onze oom. Oh ja. En met die check komt alles dan weer goed. Bakken vol met water, drinken in overvloed. Soms moet je iets verzinnen en dan is het opgelost. De check van ome Bill die komt strakjes met de post. Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, je handen. Doe eens mee. Post, post, bergen vol met we gaan post. Bergen maken. Post, post, bergen vol met post. Iets meer. Post, post, bergen vol met post. Heel veel. Post, post, bergen vol met post. Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, krijg je post. En met een mooi rapport, dan krijg je post. En als je ziek bent, krijg je post. Ernst, we krijgen post.
van oma Bill. Wat goed, man. Weet je trouwens dat meestal duurt het een hele voorstelling voordat ons probleem is opgelost? Nu zijn we na 10 minuten eigenlijk Ernst? Klaar al. Kunnen we misschien de rest Ernst? Van de voorstelling iets leuks gaan doen? Ernst! Wat? Hier. Luchtpost. Wat? Is dat de check? Hier, voor jou. Oh ja! Je hebt gelijk. Wat? Hier, ze heeft gelijk, maar dit is de check van oma Bill. Check? Hij was toch gestopt met roken? Nee, je begrijpt het niet. Kijk, ik leg het er maar uit. Bobby, dit papiertje is 200.000 euro waard. Hiermee gaan we dat schone drinkwater kopen in Afrika. Staat er ook op, hè? 200.000. Snap je? Oh, ik snap het. Dus om 8 uur vanavond is dit papiertje geld waard. 20.000. Maar vanwege het tijdverschil met Amerika is het nu al geld waard. Oké, okay, nou, ik snap het niet, maar ik vind het wel hartstikke leuk. Hè? Het is de check van de opgelost. Bill. Opgelost. Oh. We hebben inmiddels verbinding met stamhoofd Jaap van de Nebuku-stam. Hij kan zijn geluk niet op en hij heeft een speciale dankboodschap voor Ernst en Bobby. Jaap. Ja, is het jou, Ernst? Ernst en Bobby? Jaap. Jaap, je bent op tv, man. Niemand verstaat je zo. Doe die kauwgombal uit je mond. Ernst en Bobby, ontzettend bedankt namens de gehele bevolking van Nebuku. Ja, jongens, wat een actie. Iedereen weer schoon water dankzij jullie check. Geweldig. Nou, hartstikke graag gedaan. En ze hebben een goede daad gedaan. Ja, en toch voelt het niet helemaal goed. Hoezo niet? Ik weet het niet. Weet je, iedereen in Nederland denkt nou dat wij even 200.000 euro hebben betaald. Hebben we gedaan? Nee, ja. Wij hebben gewoon een rijke oom. Maar ja. We hebben zelf helemaal niks gedaan. Weet je wat ik vind? Ik vind dat wij zelf ook iets moeten doen. Iets maken en dat opsturen. Weet ik veel. Een Ernst, ik heb een goed idee. Jongens, bol of ik weet het. Ik doe de oven aan. Wat we gaan doen, we gaan een hele grote taart maken voor Afrika. Die doen we in een envelop, postzegel erop, opsturen. Goed idee? Je kan toch niet een taart in een envelop stoppen? Dat past toch helemaal niet? Oh nee. Je kan wel iets anders in een envelop stoppen. Wat dan? Ken je dat rijmpje van vroeger nog? Ik ken hem op. Nee, dat hoeft echt helemaal niet, hè? Pannenkoeken in een envelop. Wat dacht jij dan? Niks. Nee, want je kan die pannenkoeken namelijk zo in een envelop stoppen. Doe je de check erbij, postzegeltje erop en opsturen. En volgens mij houdt iedereen wel van pannenkoeken, toch? Wacht even. Jongens, houden jullie van pannenkoeken? Zullen we pannenkoeken gaan maken? Ja! Wacht. Ik zit me te bedenken. Ik weet helemaal niet of we wel de goede spullen hebben voor pannenkoeken. De ingrediënten. Jongens, roep even. Wat heb je nodig om pannenkoeken te maken? Roep eens. Eieren. We hebben veel. Hebben we eieren? Kijk eerst of we eieren hebben. Ja, eieren hebben we. 2 eieren. Jongens, kijk nou, eens. Helemaal goed. Wat nog meer? Wat hebben we nog meer? Roep maar. Wat? Melk. Hebben we melk? Nee. Jawel, we hebben melk. Hier. Ja, maar wacht even. Is die vol? Nee, half vol. Oh, is dat? Ja, oké. Okay, ja? Nou, ook goed. Wat nog meer, jongens? Wat hebben we nog meer nodig? Meel, ook belangrijk. Hebben we meel? Nee. Nee, pindakaas wel. Kan het ook met pindakaas? Nee. Bobby, meel. Kijk in de berging of we meel hebben. Ik heb geen meel. Nee, hier ook niet. Nee, joh. Nee. Ach, het is heel vervelend, jongens, maar het hele feest gaat niet door. We hebben geen meel. You've got mail. Huh? Nou ja, Ernst, moet je kijken. Maar wacht heel even. Hoe komt nou die mail in die computer terecht? Oh, zelfreizend. Ah! Jongens, we maken pannenkoek! Oh, heerlijk. Oh, echt lekker. Moet je even aan de slag? Snel, hè? Dat gaat heel snel. Lekker snel slag. Snel slag. Stoot je handen! We maken pannenkoek. Met appel of met stroop, is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest en ik eter het meest. De mixie staat te wachten. Kleut je boter in de pan. Stook het vuurtje maar eens op. En wacht dan niet te lang. Schenk dan in de rondte. Hou de pan een beetje schuin. Gooi hem 3 keer door de lucht. En je pannenkoek is bruin. Een pannenkoekje mag elke dag.
ik het er het meest. Ik heb een schenk. Schenk maar met de stroop. Niet zo'n heel klein beetje, maar een hele hoop. Je moet er nog van groeien. Schenk een ananas erbij. Een appeltje erop. Suiker of een ei. Een pannenkoekje mag elke dag lekkerst. We maken pannenkoek. Yeah, yeah, yeah. Met appel of met stroop. Waar is die gevallen? Ik had hem. Had jij hem? Ik had hem. Hij had hem. Hij had hem. Ik? Ikke. Ja, nee, hij. Nou, buigen. Buigen. Oh, buigen. Dank jullie wel. Herman Wilde. Ernst, de keuken. De keuken staat in brand. De keuken staat in brand. Staat in brand! Geen paniek! Geen paniek! Geen paniek, man! We moeten blussen, maar we hebben geen water! We hebben geen water! Doe wat! Plassen! Nee, je kan die plas houden mee opzetten. Die plassen. We hebben brand! Doe wat, doe wat, doe wat! Spugen! Nee, gat! Smeerlap denk je er bent. Slang! De slang! Jongens! De slang! Brandslang komt eraan! We hebben evacuatieplan! Daar nu hier, van Freek Vonk! De brandslang! Oh, de brandslang! Lekker was dat. Oké, okay, jongens, geen enkel probleem. Oef. Bobby, je moet hier, dat haalt hij niet. Hij moet hier. Wacht maar. Ja, los. Oké. Okay. Huh? Laat zitten, oké. Okay. Bobby, de ouderwetse brandweermethode. Met emmer met water. Oké, neem de traditionele brandweerhouding aan. Linkerbeen voor, rechterbeen achter. Andersom. Nee, nou, laat zitten. Oké, Bobby hier, emmer met water. Kijk naar het vuur. Kijk naar de emmer. Kijk naar het vuur. Kijk naar de emmer. Ik tel tot 3 en dan gooi je in een sierlijke boog het water op het vuur. Komt-ie. 1, 2, 3, gooi! Er zit geen water in. Nee, man, de loodgieter komt pas om 8 uur. We hebben geen water. Wegwezen! Treurig nieuws over Ernst en Bobby. Er is brand geweest in de keuken van Ernst en Bobby. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. De brand had makkelijk gedoofd kunnen worden als er sneller gehandeld was. Ooggetuigen melden dat toen er al rook te zien was in het huis, dat Bobby toen heen en weer is geweest naar de dierentuin om een tot nu toe onbekend dier op te halen. Het huis van Ernst en Bobby kan als verloren beschouwd worden. Ernst en Bobby hebben nu geen dak meer boven hun hoofd. Maar gelukkig heeft de redactie van het nieuws een tentje ter beschikking gesteld. Tot zover dit treurige nieuws. Bobby, hij ligt gewoon te slapen. Is het nou, ja. Het is droog. Het is droog. Kom, Bobby. Huh? Ernst, waar ben je? Het is droog. Ik ben er al uit. Lag je nou echt te slapen, joh? Ja, ik heb hartstikke lekker geslapen, man. Ik ben maar 1 keer wakker geweest vannacht. Dat meen je niet. Ah, heerlijk. Man, ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. De hele tijd dat regenwater op die tent. Oké. Ik kon niet slapen. Oh, moet je kijken hoe ons huis eruit ziet. Oh. Moet je kijken. Oh. En het stinkt ook. Nee, dat ben ik. Ik heb een windje gelaten in de tent. Ja, lachen. Bobby. Oh, lucht, zeg. Ik denk dat we echt ongeveer alles nieuw moeten kopen wat we hebben. Maar weet je wat we nou echt het allermeeste van alles nodig hebben? Ernst, ik weet het. Een nieuwe spelcomputer. Nee. Moet ik anders doen de hele tijd? Nee. Dat is niet het meeste wat we nodig hebben. Ik zou je een kleine hint geven, Bobby. Wat zou er in deze
emmer passen. Oh, daar passen 2 spelcomputers in, Ernst. Makkelijk. Ja. Je begrijpt het niet, Bobby. Deze emmer... Er zit water in. Ja, tuurlijk. Er zit water in. Dat bedoelde ik water. Maar hoe kan er nou water opeens in die emmer zitten? Duh. Bobby, we hadden helemaal geen water. We probeerden te blussen met deze emmer. Er zat geen water in. Ons hele huis fikt af. En nou zit er opeens... Wacht eens, ik weet het. Wat? Het regent. Regen? Het regende toch. We hebben geen dak meer boven ons hoofd. Dus de regen viel zo in ons huis. En jongens, wij lagen vannacht te slapen in dit tentje. En toen viel de regen zo op het tentje, gleed hier naar beneden. Toen heb ik er gauw wat pannetjes en wat emmertjes ondergezet. En toen heb ik het regenwater opgevangen in pannetjes en emmertjes. Totdat een of andere blauwe soepkip het emmertje omgooit. En dan is het weer leeg. Thank you. Sorry, ik had het niet door. Nou ja, maakt niet uit, Ernst. Ik heb vannacht, toen ik wakker was, alle emmertjes die al vol waren, heb ik hierin gedaan. Dus ik heb een hele ton vol met water. Dat meen je niet. Regenwater. Dat meen je niet. Ja, zwaar, hè? Hartstikke zwaar. Dan kunnen we in ieder geval, laat eens kijken. Ik denk wel 3 dagen van drinken. Ja, tanden poetsen. Thee zetten. Lekker je voeten erin wassen. Nee, joh. Grapje. Oké, nou ja. Hartstikke fijn. Hebben we dat in ieder geval geregeld? Maar dan denk ik nog steeds dat we ongeveer alle spullen nieuw moeten kopen die we hebben. Oké. Weet je wat, laten we het een beetje leuk maken. We maken er gewoon een spel van. We mogen om de beurt iets opnoemen en dat gaan we dan nieuw kopen. Oké, dan wil ik graag een nieuwe televisie. Oké, dan wil ik een nieuwe gitaar. Dan wil ik een nieuwe lamp. Een nieuw bankstel. Ah, een nieuw plantje. Moet je dat plantje zien? Dat is een brandnetel geworden. Ja. Een nieuw kastje. Ik wil een nieuwe placemat waar je de letters wel van kan lezen. Voor de bordjes. Of erop te zetten. Jij bent. Dit is geen placemat. Is de pannenkoek. Is ook geen pannenkoek. Bobby, dit... Dit is de cheque van oma Bill. Oh, dit is met dit cheque. Geld moeten we al dat schone drinkwater regelen in Afrika. Wat moeten we doen? Ernst, we moeten meteen oma Bill bellen en zeggen dat hij nog een keer 200.000 euro aan ons geeft. Die ziet ons aankomen, dat kan echt niet. Bobby, er zit niks anders op dat wij op een hele snelle manier aan heel veel geld gaan komen. Drugs. Oh ja, goed voorbeeld joh, voor al die jongens en meisjes hier in de zaal, Heisenberg. Ik weet het. Wat dan? Ik weet het. Wat nou? Jezus, ik stop heel hard. Au. Oké, luister. Wij gaan een actie doen. Klaar. Wij gaan een actie doen voor het goede doel. Ja, dat is een geweldig idee, Ernst. Een actie voor het goede doel. Jongens, ben zo terug. Wat een idee. Het geen idee waar die naartoe gaat, maar dat maakt niet uit. Lekker rustig. Jongens, wie doet op school ook wel eens iets voor het goede doel? Weet je, een sponsorloop of iets anders? Doe je wel eens? Ja, toch? Ernst, moet je kijken. Hartstikke goed doel. Kijk eens. Bij tweedehands winkeltje gekocht. Hey, van een oud vrouwtje geweest. Ernst had altijd binnengestaan. Alleen maar gebruikt om boodschappen mee in te schieten. En, kijk eens eventjes, 5 ballen en een tas. Goed, hè? Nee. Wat dan? Een actie voor het goede doel is heel wat anders. Dat is om geld te verzamelen. Nee, maar dat gaan wij ook doen, Ernst. Ik ga namelijk aan de jongens en meisjes vragen wie er goed kan voetballen. Die komt hier staan, die schiet de ballen in het doel... en per doelpunt betaalt zijn vader of zijn moeder 100 euro. Wat had jij bedacht dan? Ik vind het wereldidee. Heer Hugo Waard zit er toch? Ja, het is heel veel geld. Hartstikke rijk, jongen. Ja, doe. Oké, jongens, wie kan er een beetje voetballen, hè? Kijk hoor, hé. Even zien hoor. Oh, leuk. Vind je misschien wel meisjesvoetbal? Is ook wel leuk. Hoe heet je? Fien. Maar mam, het is 100 euro per doelpunt, hè? Kan dat? Bobby. Ja. Sorry dat ik heel even inbreek in dit ongetwijfeld zeer leuke gesprek. Ja, maar wij kunnen die moeder niet verstaan, hè? Het is een hele grote zaal en die moeder is niet versterkt. Oh, pak even de microfoon dan. Die zit vast aan mijn hoofd. Nee, die losse. Nee, dit is operatief, hebben ze dat niet gedaan. Nee, die zwarte. Oh, die zwarte. Wacht even, ik ga hem even halen. Sorry hoor. Oh, deze hier. Ja, kom maar. Test. Horen jullie mij? Test. Doet hij het? Oh, ze horen hem niet. Horen jullie mij? Ja, maar wacht even. Ja, horen jullie mij? Nee, moet je erop tikken. Nee, op die andere tikken. Op die? Ja, hij doet het. Ja. Test. Duurt altijd. Test. 1, 2, 3,
4. Komt er nog wat van? Ja, dankjewel. Ik heb hem. Ik vind het een fijn moment altijd. Ja, oké. Okay. Sorry. Tuut. Even naar de moeder toe. Zo, ha. Nou, beter zo. Veel beter. Ja, vind ik ook. Vindt u het leuk? Ja hoor. Snapt u alles? Nee, dat niet. Maar ik lag gewoon vrolijk mee. Ja. Maar u wilt sponsoren? Nee, ik heb geen geld, sorry. Oh. Maar mijn man wel. Oh, uw man wel. Nou, dan nemen we... Ah, u wilt sponsoren? Nee. Nee, maar uw vrouw zegt van wel. Dat is mijn vrouw niet. Oh. Dat is mijn zus. Oh, dat is uw zus. Man, dan moet u een hele andere mevrouw. Wacht maar eventjes, ik ga wel even naar deze. Hi, mevrouw. Hallo, pretty boy. Hi. Weet je dat je een hele mooie man bent? Nee, ik ga het helemaal warm van, zeg. Maar wilt u sponsoren? Maar ik sponsor je graag. Ja? €100 per bal. €100 per bal. Geweldig. Hand erop. Bedankt, hè. Graag gedaan. Ah, fantastisch. Hé, dan mag jij, Fien, mag jij voetballen? En die mevrouw gaat betalen. Kost die nog eens niks ook. Hey. Leuk, Fien. Gezellig. Moeten we zo even langs de camera, dat je die meneer niet omver loopt? Kijk, gaan we zo er langs? Juist ja. Wel. Oh, juist wel misschien. Oh, leuk. En wie is ook Fien, toch? Ernst, dit is Fien. Fien, dit jongens, is Ernst. Applaus voor Fien. Kom, Fien. Kom hier. Hé, hey, kan je een beetje voetballen, Fien? Ja, zat je op voetbal? Zie je op voetbal? Wat leuk. Luister, weet je wat nou zo leuk is? Als jij dadelijk zo'n bal erin schiet, gaan zij allemaal keihard juichen. Ja. Zullen we dat eerst eens oefenen? Dat is leuk. Weet je wat, doen we nog niet voor het echie? Ik tel tot 3, ik gooi die bal erin en jullie keihard met z'n allen... Ja, zullen we eens doen? Okay. Komt-ie. 1, 2, 3. Yeah! Nou, helemaal goed. En stel nou, Fien, dat je misschiet. Dat kan. Dat is helemaal niet erg. Wat denk jij dat ze dan gaan doen? Ah. Ah, ja. Ah. Oké, gaan we ook even oefenen. Komt-ie. Dus ah, komt-ie. 1, 2, 3. Ah. Nou, hartstikke goed. Fien, ben je er klaar voor? Probeer ze erin te schieten. Als je misschiet, helemaal niks aan de hand. Hebben ze gewoon niks te drinken in Afrika. Ja. Nou, je probeert het toch een beetje luchtig te maken. Oké, daar komt-ie. Het is een heel licht balletje, dus niet te hard trappen. Niet te hard schieten, Fien. Komt-ie. Kom maar. Yeah! €100. Hartstikke goed. €100. Tweede. Bijna. En yeah! €200. Gaat goed, man. We gaan 1 stapje naar achter. Je hebt het zo goed. Komt ie hier. Nog een keer, Fien. Yeah! €300. Nog een stapje naar achter. We gaan naar de 5. Ik voel het. Yeah! €400. Oh, Ernst, dit wordt volle bak. Nee, dat is zonde, man. Oké, hier. Nee, dit is voor het goede doel, hè. Doen we eerst. Oké, Fien. Oh, ja. €400 applaus voor Fien. Goed gedaan. Yeah. Kom, Fien, we gaan geld halen bij die moeder. Oh, leuk, man. Mensen, wat ben je goed, zeg. Hey. Je ziet echt hoe voetballen. Dat kan je gewoon zien. Waar is die mevrouw? Oh, daar. Hi, mevrouw. Het is €400 geworden. Ah, pretty boy. Hier is het geld. Dank je wel. Kusje? Kusje. Nee, Ernst doet de kusjes. Ernst, rij 16. Mevrouw wil een kusje. Ja. Zo, hé. Heeft u altijd zoveel cash geld bij u als u naar het theater gaat? Oké, nou. Wat is er? Storing. Een storing? Bobby. Dat is natuurlijk dat regenwater wat met die leidingen niet helemaal goed gaat. Oh jee. Oh jee. Jongens, wacht even. Ik los het op. Klein tikje en dan... Oh. Sorry. Knap gedaan, Bobby. Bobby! Bobby, doe iets. Dadelijk wordt het hier helemaal donker. Pretty boy Bobby. Joehoe. Joehoe. Bobby, we moeten... De stoppenkast. Daar zit vaak het probleem. Daar moet je de schakelaar omhalen. Die zit daar. Nee, dat is de wc. Stoppenkast zit daar. Oh. Daar, naast de keuken. Ja, naast de keuken. Ik zie helemaal niks. Hebben we iets van kaars of zoiets om bij te schijnen? Ja, bij het bovenste keukenkastje. Hier? Ja, vaccinelichtjes. Waar dan, man? Ik zie helemaal niks. Wacht maar. Hier. Daar. Ik zie ze hier vandaan liggen, man. Daar. Je hebt gewoon een zaklantaarn bij je. Ja, goed, hè? Waarom zeg je dat dan niet? Jij wil de kaarsen hebben. Een zaklantaarn is toch veel beter? Ja, die kan je niet uitblazen. Oh, bijna dat deed jij. Ah ja, maak het uit. Oké, Bobby, waar is die stoppenkast van jou? Om het hoekje bij de keuken. Hè? Om het hoekje. Verder. Stoppen. Stoppenkast.
Dat ziet er niet al te best uit, Bobby. Nee. Oké, ik ga wel even een beetje frummelen met die draden. Komt vast goed. Let op, dan doe ik dit hier in zo. Wat zit je nou stom te lachen? Ja, haar staat recht overeind. Ik stond onder stroom, man. Oh, sorry. Oké, Bobby, dit gaan we anders doen. Weet je wat? Wij gaan gewoon zelf stroom opwekken. Oh, dat komt er goed uit, want ik ben een opgewekt type, Ernst. Weet je wat we dan doen, jongens? Dan zetten we hier een hele grote windmolen neer. Die gaat dan draaien en dan hebben we zo weer elektriciteit. Nee, maar waar haalt die windmolen dan zijn wind vandaan, Soepkip? Even allemaal de wind laten. Pff, nee, hou op. Bobby, we gaan het anders doen. Weet jij nog die fiets die ik heb gekocht op Marktplaats? Die voor geen meter vooruit komt. Je hebt dan geen fiets gekocht? Ik heb een fiets gekocht, ja. Ik was de hele tijd te laat, omdat hij niet vooruit kwam. Nee, dat was een home trainer. Je hebt een home trainer gekocht. Oh, nou maakt niet uit. In ieder geval, daar maken we een snoer aan. Dat stoppen we in de stoppenkast en dan gaan we daarmee stroom opwekken. Oh, dan wordt het een stroomtrainer. Goed idee, Ernst. Okay. Pak hem eventjes. Oh, leuk. Komt allemaal goed, hoor, mensen. Hier, deze bedoel je. Oh, leuk. Ha, vind je het echt leuk, Ernst? Oh, kijk, er zit al een snoertje aan. Zie je het? Oké, dan gaat deze in. Ga jij fietsen? Doe ik deze in de stoppenkast? Jongens, ik ga fietsen. We hebben zo weer stroom, hoor. Komt allemaal goed. Even kijken. Zo. Ja hoor, ga je doen het. Bobby. Au. Wat gebeurt er? Ja, ik krijg stroom. Dat ben je niet. Opgepast. Ja. Speel deze scène thuis niet na. Huh? Dat is gevaarlijk. Deze scène is alleen bedoeld voor ervaren acteurs met verstand van zaken, die precies op de hoogte zijn van alle gevaren die stroom met zich meebrengt. Maar deze acteurs konden helaas niet. Daarom hebben we het door Ernst en Bobby laten doen. Tot zover deze belangrijke waarschuwing. Ja, ja. Een stom filmpje. Wie maakt die filmpjes? Het kost alleen maar tijd. Nou ja, goed. Oké, Bobby, er moet iemand fietsen. Ga fietsen. Nee, want hij staat echt onder stroom. Er moet iemand fietsen, Bobby. Een vader. Een vader? Een vader. Jongens, wie zijn vader kan er een beetje goed fietsen? Steek je vinger eens op. Wie zijn vader kan er goed fietsen? Wie? Jouw vader? Wie is jouw vader? Oh, deze? Ah, oh, pap, kan je even helpen? We hebben een probleem met de stroom. Hoe heet u? Bram. Bram. Oké, Bram. Even kijken of dat gaat lukken. Ja, die moet hier zo langs. Nee, is beter zo. Ja, sorry. Ernst, Bram komt ons helpen. Jongens, applaus voor Bram. Bram. Nou ja, je was er zelf bij. Heb je zelf ook een fiets? Ja. Nou, je weet hoe het gaat. Je weet hoe het gaat. Als het goed is, Bram, fietsen en dan gaat de stroom en de elektriciteit aan. Oh ja, nog iets. Je staat wel onder stroom. Ah, je hebt toch al kinderen. Ja, het schelen. Ja, daarom. Klaar. Oh ja. Ja, jongens, applaus voor Bram. Ha. Bobby, dankzij Bram hebben we elektriciteit. Ernst, want je hebt altijd elektriciteit. Bram, wij gaan even zingen. Kan jij even blijven doortrappen? Ja, 2,5 minuut. Je hebt altijd elektriciteit. Zing eens mee. Er is geheid. Jullie. Elektriciteit. Moet harder. Je bent het nooit kwijt. Ja, elektriciteit. Er is altijd elektriciteit. Jongens. Elektriciteit, dat is een ander woord voor stroom. Want vroeger ging alles met de hand, met ellebogen stoom. Maar nu heb je een apparaat met een stekkertje eraan. En die stop je in de stoppenkast en laat Bram dan maar gaan. Je hebt altijd elektriciteit. Harder. Er is geheid. Ja. Nog iets harder. Je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Bobby, wat mij nou opvalt is dat hier de jongens veel harder kunnen zingen dan de meisjes. Nee, de meisjes kunnen harder dan de jongens. Weet je wat, we maken er een wedstrijd van. Jongens tegen de meisjes. En dan beginnen we bij de jongens. Oké, de meisjes zijn stil. En de papa's mogen met de jongens meezingen. 1, 2, 3. Je hebt altijd. Ja! Er is geheid. Ja! Zingen. Je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Oké, dat was best hard. Maar nu zijn alle meisjes. En alle moeders, alle oma's, tantes, nichtjes, juffen van school, als je maar een meisje bent. Keihard, hè? Ademhalen. 1, 2, 3. Je hebt altijd. Ja! Harder. Er is geheid. Ja! Je bent het nooit kwijt. Ja! Er is altijd. Met z'n allen er is altijd.
Je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Tuurlijk. Applaus voor Bram. Man, goed gedaan. Bram, sorry, het licht gaat uit. Je moet toch blijven fietsen. Neem me niet kwalijk. Sorry. Neem me niet kwalijk. Oh, en de video. Oh, Bram, kijk uit. We kunnen Loretta niet zien. Harder. Ja, oké. Nee, dit is te hard, Bram. Zachter. Je moet doseren. Ietsje harder, iets ertussen. Ik wil jullie vertellen dat iedereen in Nebuku en Afrika, het hele continent, weet van de 200.000 euro. En dat stamhoofd Jaap, nu hij zeker weet dat het geld eraan komt, morgen gaat starten met het Schoon Drinkwaterproject. Zorgen jullie dat het geld er morgen is? Ik zou zeggen, maak het maar over, toch? Gewoon. De bevolking is zo blij met dat schone drinkwater. Ernst en Bobby, nogmaals dank. Nou, nogmaals graag gedaan. Nogmaals graag gedaan. Nogmaals graag gedaan. Oh. Bram, kom op. Nogmaals graag gedaan voor die 200.000 euro die wij helemaal niet hebben. We hebben wel geld. Hoeveel hebben we dan? Nou, hier, 400 euro van die mevrouw. Is dat alles? En een ton? Dat meen je niet. 104.000 euro. Nee. Oh nee, even kijken. 100.000. Bram, 100.000 en 400 euro. Hoeveel is het bij elkaar? Ga maar fietsen, Bram. Dat is, hè? 100.000, 400 euro. Nee, hij wist het wel. Nee. 100.000, wat nee? 400 euro en een tonnetje water. Dit is wat we hebben. Oh. Maar Bobby... Ja. Ze denken dat wij die 200.000 euro gaan be... Ja. Wacht heel even. Ik zit me wat te bedenken. Eigenlijk gaat het helemaal niet om het geld. Eigenlijk gaat het erom dat ze schoon drinkwater in Afrika hebben. Ja. Toch? Ja. Oké. Ik heb misschien een belachelijk idee. Oh, leuk. Ik zie het aan zijn gezicht. Ja, vertel. Moet je opletten. Ik vind het nou wel leuk. Wij gaan... ik ben nog niet klaar. Oh. Wij gaan ja. In het geheim. Hou op. Ik zeg wel wanneer ik klaar ben, wanneer ik kan gaan lachen. Goed, ja, oké. Okay. Wij gaan ja. In het geheim, ja. Zonder geld, naar Afrika. En dan gaan we gewoon zelf op zoek naar schoon drinkwater. Oké, klaar. Nou mag je lachen. Maar Ernst, dat is geen belachelijk idee. Dat is een hartstikke goed idee. Meen je dat nou? Tuurlijk, we gaan zelf stiekem naar Afrika. Handen uit de mouwen. Gaan we ze helpen? Goed toch? Maar wat doen we dan met hun? Oh ja, die zijn er ook nog, ja. Ja. Willen jullie mee? Ja! Huh? Oké, jongens. Zo gaan we dat doen. Dan gaan we het zo doen. Dan hebben jullie gewoon eerst even 20 minuten pauze. Ja. Zien we elkaar na de pauze hier weer terug. En dan gaan we gewoon met z'n allen met het vliegtuig naar Afrika. Wat is er? Eén probleempje. Als het pauze is, moeten hier in de zaal alle lampen aan. En dat kost ontzettend veel elektriciteit. Ja. En hoe zouden wij nou weer aan zoveel elektriciteit kunnen komen? Met z'n allen, jongens. Hup, Bram! Hup, Bram! Hup, Bram! Hup, ja, Bram! Ja! Hij doet het! Tot zo! Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Oh, zijn jullie er allemaal weer? We kunnen niet te hard praten, want iedereen ligt hier te slapen. Maar we zijn alvast vertrokken. We zijn op weg naar Afrika, naar de Nebuku-stam, op zoek naar water. Ik zou ook wel willen slapen, maar op een of andere manier lukt het maar niet. Ik heb zelfs al een slaappil genomen, maar ik kan niet slapen. Bobby die... Huh? Hebben jullie Bobby gezien? Nee. Niet te hard. Nou ja, hij was er net wel bij de start, was hij aan boord. Dus waar zou die zijn? Bij de wc, weet ik veel. Maakt niet uit. Jongens, ik ga nog heel even proberen te slapen.
Lange dag voor de boeg. We moeten water zoeken bij de Nabucco-stam. Ik zie je niet. Sorry. Dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom aan boord van deze Airbob 747... met als bestemming luchthaven Poepoepe in Nabucco. We willen graag wat veiligheidsmaatregelen doornemen met onze passagiers. En de eerste passagier is meneer Ernst van der Rest. Meneer Ernst van der Rest, kunt u even gaan staan? En kunt u eventueel Wilhelmus zingen? Wilhelmus van Nassau. Ja, prima. Gaat u maar weer zitten. Nee, gaat u toch maar staan. Gaat u toch maar... Ach nee, gaat toch maar zitten, meneer Ernst van der Rest. Onder uw stoel bevindt zich een zwemvestje. Kunt u even onder uw stoel het zwemvestje pakken en even kijken of het over uw hoofd past. Meneer Ernst van der Rest, zwemvestje eventjes onder uw stoel. Vandaan, over uw hoofdje. Ja. Omdat de vlucht grotendeels over water gaat, willen we graag dat u droge voeten houdt. Kunt u eventjes op uw stoel gaan staan, meneer Ernst van der Rest? Even op uw stoel staan. Ja. Prima. Prima. Als de motoren uitvallen, is het belangrijk dat u zelf kunt vliegen. Kunt u vliegbewegingen maken? Nee, dat is Superman. Gewoon vogeltje. Vogeltje. Ja, prima. Hartstikke goed. Prima. Mooie slagen. Ja, prima, meneer Ernst van der Rest. Blijven vliegen. Blijven vliegen. Als de druk in de cabine wegvalt, moet u adem inhouden. Dus adem inhouden. Blijven vliegen. Op één been staan nu. Ja, en zwaaien naar uw vriend Bobby. Bobby! Waar zei het al de hele tijd? Ja. Wat heb je aan? Oh, ik heb een stewardessenpakje gevonden daar in de la. Ik denk, doe me faam. Leuk. Je kan toch niet zomaar in vrouwenkleren gaan rondlopen? Man, jij loopt zo vaak in vrouwenkleren rond. Dat is televisie bij. Hey, maar jij staat toch slapen? Dat was ik net aan het vertellen. Ik heb zelfs een slaappil genomen. Zo'n hele sterke, hoe heet zo'n ding ook alweer? Een metadonder in slaappil. Die. Helemaal niks. Niks? Ik kan niet slapen, man. Weet je wat we dan doen, Ernst? Dan gaan we gewoon lekker kletsen, man. Vind ik hartstikke leuk. Gewoon lekker kletsen. Ja, dat ik ga dan een flipperkast kopen, denk ik. Dat is hartstikke fijn, maar ik ga niet met jou kletsen. Ik ga nog even proberen te slapen. We hebben een lange dag voor de boeg. Oh. Heerlijk. Slaap lekker. Ja. Was ik vergeten te zeggen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ga ik nou even proberen te slapen, ja? We gaan kletsen. We gaan niet kletsen, oh. Ik ga proberen te slapen. Slaap je al, Ernst? Nee, want er zit een of andere soepkip de hele tijd tegen me te praten. Oh, dat ben ik. Nee, dat begrijp ik. Oh, zullen we kletsen? Wil je ophouden met praten tegen mij? Je moet niet meer praten tegen mij. Niet meer praten? Nee. Oké. Okay. Dan gaan we zingen. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Bee! Een schaap. Een schaap. Je zou niet meer tegen mij praten. Nee, ik heb ook niet gepraat. Ik heb gezongen met de jongens en meisjes. Slaap, kindje, slaap. Ja, grappig. Ik wil, niet meer, ik wil helemaal niet meer dat ik niet praten, niet zingen. Gewoon je mond helemaal dicht. Zip, zip. Dan is die weer open, hè? Zip, zip. Zip, zip, zip. Of zip, zip. Ja, 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 ja. Ik ga mijn krantje lezen, hè? Fijn, joh. Zo. Ja! Katten! Wat was dat? Ernst, was een vlieg, die zat je uit je slaap te houden. Ik heb hem een kleine corrigerende tik gegeven. Doe je nou, zeg, sorry, dan ben ik kwalijk. Sorry. En waarom werkt die slaappil van mij niet? Ik snap er niks van. Ook raar, Ernst. Wil je anders zo'n snoepie hebben? Een snoepie? Je had toch snoepies bij je? Ja. Die heb ik aan iedereen uitgedeeld in het hele vliegtuig. Vonden ze hartstikke lekker. Wil je zo'n snoepie? Ik wil geen snoepie. Oh. Ik wil slapen. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes, namens mijzelf, Captain Kirk. Oh, dat was en mede namens mijn co-piloot, Captain Spock, die hier naast mij trouwens heerlijk ligt te slapen, heten we jullie hartelijk welkom op deze vlucht. We vliegen momenteel op een hoogte van 40, 35, 30.000 voet.
Oh, dat gaat snel. 25. Bobby? Hoi? Bobby? Wat? Die piloten zijn in slaap gevallen. Oh, lekker rustig. Ja, maar we gaan ook steeds lager vliegen. En als ze Wacht eens even. Slapen? Die snoepjes, hè? Ja. Die heb je uitgedeeld? Ja. Ook aan de piloten? Nou, aan iedereen. Tuurlijk. Ook aan hoe kwam jij aan die snoepjes? Uit je binnenzak. Dat meen je niet. Ja. Linker of rechter binnenzak. Nu zeggen. Rechts. Wat? Ik was even bang dat ik eens uit mijn linker binnenzak had gehaald. Want daar zaten namelijk mijn slaappillen in. Nee, ik weet zeker, Ernst. Rechts. Deze kant. Dat is links. Nee, dit is links, dat is rechts. Dit is links. Rechts. Dit is mijn linker binnenzak. Jij hebt iedereen mijn slaappillen uitgedeeld. Daarom ligt iedereen te slapen. Hallo? Bobby, wij gaan nu naar de cockpit en wij gaan zelf vliegen dit vliegtuig. Nu. Bobby! Nu! Wow, Ernst, dat die piloten zomaar door die wekker heen slapen. Zo knap. Bobby, dat is geen wekker, dat is de hoogtemeter. Bobby, we moeten zelf vliegen, we moeten zelf vliegen. Oké, nou, je moet zo doen, zei die mevrouw. Nee, vliegen. Is er een instructieboekje? Hier, daar een laadje. Kijk of daar een boek, of daar een... Ja, Bobby, een boekje. Jij gaat het voorlezen en ik ga precies doen wat jij zegt. Oké, Bobby, jij gaat dit voorlezen. Bobby, schiet op. Jij leest voor. Wat staat er? Oké, ik lees dit boekje voor. 1, trek aan de stekker. Ja, trek aan de stekker. Check. 2, duw op de rode knop. Wat voor knop? Klein knopje, denk ik. Klein rood knopje. Dat zal die dan zijn, ja. 3, haal de stofzuigerzak eruit. De? Stofzuigerzak. De stofzuigerzak? Ja. Het boekje van de stofzuiger, dit. Waarom lees jij het boekje van de stofzuiger? Dat moest ik voorlezen voor jou. Nee, hier, dit boekje hier. Vliegen voor dummies. Schiet op, man. Oh. Bobby, dan moet je kijken bij landen. Landen. Ja, landen. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië. Het werkwoord landen, soepkip dat je er bent. Oh, landen. Ja, ik heb het. Wilt u landen? Ja, want we storten neer. Schiet op, man. Ziet u de joystick? Ja, ik zie de joystick, ja. Oké, duw de joystick naar voren. Oké, daar gaan we, Bobby. Joehoe! Duw de joystick naar... Nee, naar achteren. Sorry, naar achteren. Bobby, hij reageert niet meer op zijn roer, maar je zei naar voren. Ja, ik had het boekje verkeerd om. Bobby, doe iets. We gaan nog lager vliegen. Ja, doe iets. Druk op de rode knop. Druk op de rode knop en de automatische piloot gaat aan. Het vliegtuig vliegt nu zelf verder. En landt ook zelf. Nergens meer aanzitten. Oké. Automatische piloot. Ja, het knopje van de automatische piloot. Dit vliegtuig heeft een automatische piloot. Had je dat niet even eerder kunnen zeggen? Nee, dat was de derde zin. De eerste zin is... Oké, nou laat zitten, Bobby. We mogen nergens aankomen meer. En het vliegtuig vliegt vanzelf. Heerlijk eigenlijk. Lekker hoor. God. Alle knopjes weer op groen. Ja. Mooi. Weet je wat mij opvalt eigenlijk? Nou? Ik hoor de motoren helemaal niet. Zou dit een elektrisch vliegtuig zijn? Heb je die al? Weet ik niet. Misschien. Leuk. Oh, zal ik eens kijken anders? Wat? Misschien of er een elektrische motor in zit of zo? Of een groene motor? Hier, motor. Je kan in de motor kijken. Druk op de groene knop. Je mocht eigenlijk nergens aankomen. Hey, Bram! Nou ja, dat is Bram. Die zit hier een beetje groen bij te beunen in het vliegtuig. Wat leuk, man. Oké, nou overal vanaf blijven. Oh, je kan ook disco doen in het vliegtuig. Moet je Bobby, deze... overal vanaf blijven. Wat zei die nou? Soepkip dat je er bent. Soepkip hebben ze ook. Je bent echt de allergrootste soepkip. Weet je wat? We zingen naar Bobby. Je bent de soepkip. Met z'n allen. Je bent de soepkip. Kan er nog niet wat harder? Je bent de soepkip. En ook alle papa's en mama's. Ernst. Ze zingen hartstikke leuk mee. Dit is een leuk vliegtuig, dit. Oh. Ga dan maar zingen. Soms vergeet ik te denken. Noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc? Heb ik mijn lange broek nog aan? Hij zou ook kunnen fietsen. Ja. Met zijn jas verkeerd om aan. Ja. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Zing eens mee. Je bent de soepkip. Met z'n allen. Je bent de soepkip. En wijs er maar bij. Je bent de soepkip. En ook bovenin. Je bent de soepkip. Oh, Ernst. Het valt mij op dat er een paar jongens en meisjes ook naar mij... Hij is de soepkip, hè? Ik niet hij. Ik val uit alle bomen. Heb een sneetje of een schram.
Laat mijn pannenkoeken vallen of ga zitten op mijn boterham. Rijdt zijn fiets in alle sloten. Ernst. Schiet Bobby in het verkeerde doel. Oh. Struikelt over lege flessen. Valt door het wippen van zijn stoel. Allemaal, je bent een soepkip. En met z'n allen. Je bent een soepkip. Ik niet, hij. Je bent een soepkip. Wat is hier aan de hand? Je bent een soepkip. Bobby, de halve zaal wijst naar mij. Halve zaal. Als je dan een soepkip bent en je raakt daaraan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepkip zijn. En een soepkip maakt het meeste gein, echt waar. En zing nog een keer mee. Je bent een soepkip. Even allemaal naar Ernst. Soepkip. Allemaal naar je moeder, doe eens. Soepkip. Of naar je vader. Soepkip. En de laatste is voor Bobby, heel hard. Soepkip. Applaus. Hebben we helemaal geen tijd voor. Oh, hebben ja. We geen tijd. We moeten vliegen. Oh, vliegen. We zijn piloten. Hier springt de automatische piloot. Maak uw riemen vast, want over enkele ogenblikken zullen wij landen op vliegveld Kmopope in Nobuko. En dan nu een automatisch grapje. Wat is een tomaat die pijn heeft? Een automaat. Hi, 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 hi. Einde bericht. Wat een leuk ding zeg. Ongelooflijk slechte grap. Hier, we zijn er. Kmoepo. Nee, luchthaven Kmoepoepe. Oh ja. Ja, pingpong, we zijn er. Hartstikke goed. Bobby, even kijken. Heb jij dat geld van die moeder? Ja, in mijn tasje. 400 euro, toch? 400 euro. Oké, waar is dat tonnetje water? Beneden, bij de koffers. Moest bij de koffers. Oké, gaan we die ophalen. En dan gaan we naar de Nabucco-stam op zoek naar water, Bobby. We gaan naar de Nabucco toe, we gaan naar de Nabucco toe, we gaan naar de Nabucco toe, we gaan naar de Nabucco toe. Er is iets raars aan de hand. Het geld voor de actie in Nabucco voor schoon drinkwater zou door Ernst en Bobby overgemaakt zijn. Maar het is helaas niet binnengekomen op de rekening van Jaap Stamhoofd. We hebben verschillende keren geprobeerd contact te krijgen met Ernst en Bobby, maar helaas zonder resultaat. We gaan ervan uit dat alles goed zal komen, maar vreemd is het wel. Tot zover de informatie over de succesvolle actie in Nabucco. We gaan naar de Nabucco toe, we gaan naar de Nabucco toe. Wacht even, jongens. We gaan naar de Nabucco toe. We mogen niet te hard praten, want ze mogen helemaal niet weten dat wij hier zijn. Ernst, ik hoorde een olifant, geloof ik. Niet zo hard, man. We zijn hier stiekem. Sst. Wat is het hier trouwens warm. En droog, Ernst. Moet je kijken, dit is gras. Helemaal niet meer groen. Bobby, we moeten op zoek naar water. Oké. Ah, man. Het is hier wel mooi, hè, Ernst? Water, water, water. Leuk. En wat is dit? Er ligt daar weer zo'n boekje bij. Oh, regendans voor dummies. Ernst, weet je wat dit is? Nee. Dit is een Afrikaans regendanssetje. Dat heb ik wel eens op de televisie gezien. Als ze in Afrika willen dat het gaat regenen, gaan ze altijd trommelen en dan gaan ze dansen en zingen en dan gaat het vanzelf regenen. Hier, als ze in Afrika gaat het trommelen en dan moet je dansen en dan, gaat het, en dan gaat het vanzelf regenen. Staat het hier ook in? Ja. Zullen we dat doen, Ernst? Nou, weet je wat? Als jij nou zorgt dat het gaat regenen, dan... Ha! Oh, er zit hier ook een emmer bij. Leuk. Jongens, willen jullie me helpen met de regendans? Oké, dan gaat het hier regenen. Wat je dan moet doen, is dat je dan zo op je benen zo trommelt. Kunnen jullie even allemaal meetrommelen? Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wil jij anders dit emmertje vastpakken? Links, rechts, nee? Oké, dat zou ik ook niet doen. Jij wel, zo. En dan boven je hoofd. Zo, boven je hoofd. Ja, helemaal goed. Oké, trommel maar mee, hè. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Ja, dadelijk wordt het hier ongelooflijk nat. Komt er een zwembad met een duikplank en een superbubbelbad.
Gaan we varen met een bootje? Of een vlot met een vlag? Strakjes gaat het plensen en dat duurt de hele dag. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Jongens, kunnen jullie dat ook meezingen? Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. En dan trommelen, nou, gaat vanzelf regenen. Zit er nou wat in je emmer? Eens kijken. Oké, trommelen en zingen. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Oké, regent het al bij jullie? Nee, regent het al bij jullie? Regent het al bij jullie? Bobby, weet je wat ik denk? Ik denk dat we moeten ophouden met trommelen, maar heel hard naar de wolken zingen. Dan gaat het vast wel regenen. Oké, naar boven zingen. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Regen, dat is zo fijn. Heel hard. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Maar zit er nou wat in je emmer, of niet? Helemaal niks. Maar het regent helemaal niet. Bobby, kijk anders even op buienradar of er wat aankomt. Op buienradar? Appje doet het niet. Ik bel wel even. Ik bel wel eventjes. Komt goed. Hier is de Afrikaanse buienradar met Wesley Kwaramayuyu. Het was droog, maar het wordt nog veel droger. Wil je dit bericht nogmaals horen? Dan heb je vette pech. Knap gedaan, Bobby. Door die regendans van jou is het alleen nog maar nog droger geworden. Hier, geef het emmertje maar. Jij hebt het hartstikke goed gedaan. Aan jou lag het niet, hoor. Bobby, we weten in ieder geval zeker dat het hier niet van boven komt. Nee, maar het komt hier ook niet van onder, Ernst. Nee, nog logisch komt het water niet van onder nog. Nou, wacht eens even. Wat? Nee. Misschien komt het hier wel van onder. Ernst, het regent toch altijd van boven naar beneden? Het regent nooit van beneden naar boven. Nee, wacht. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Bobby, in Nederland, als je een gat graaft in de grond... Ja? En je blijft doorgraven, kom je altijd bij water uit. Grondwater. Dat gaan wij doen. Bobby, wij gaan hier een put graven, een waterput. En dan gaan we net zo lang graven totdat we water hebben. Ernst, heb jij die groene schop meegenomen van thuis? Nee. Ander kleurtje meegenomen? Nee, ik heb helemaal geen schop meegenomen. Wacht even, jongens, wie heeft er voor jullie een grote schop bij zich, zodat we hier lekker kunnen... Je gaat toch niemand natuurlijk. Oh, nee. Wacht even, Bobby, wij liepen langs een winkeltje. De Nabucco, weet ik veel. Dat supermarktje met al die spulletjes. Ja, met die schutbollen. Daar verkochten ze volgens mij ook een schop. Perfect, ga daar een schop halen. Wat ga je doen? Nou, geld. Je moet toch geld hebben? Oh ja. 400 euro. Niet alles uitgeven in één keer. Nee, joh, één schop kost geen 400 euro. Helemaal goed. Wat is er? Boekie? Van die regendans. Nee, Afrikaans voor kubus. Voor soepkippen. Hè? Ik heb een boekje meegenomen, maar ze spreken hier geen Nederlands natuurlijk. Nee. Maar ze spreken Afrikaans. Nou, hierin kan je opzoeken hoe je het zegt in het Afrikaans. Oh, dat is wel handig. Wat wil je zeggen? In die winkel dadelijk. Ja. Ja, weet ik veel. Kunt u mij een schop verkopen? Tuurlijk, geen probleem. Zeg maar je hoor. Of je dat stomme boekje voor jou wil opzoeken, kunt u mij een schop verkopen? Oh, dat bedoel je Ernst. Bij de kunt, hè? Ja, kunt. Ja, kunt. Hier. Even kijken. Kunt u mij een schaap verkopen? Nee. Schap, schep, schip, schup. Staat er niet bij? Nee, voor schup. Hier, schop. Kunt u mij een schop verkopen? Boeroe, koeboe, kik, es. Dat moet je zeggen. Okay. Boeroe, koeboe, kik, es. Ja, even nog één ding. Oké, ik ga die schop proberen te kopen. Even één ding. Jij blijft bij dit tonnetje water staan. Ja. Dit is het enige water wat we hebben. Ja. Bescherm het met je leven. Ja. Ik ga naar die winkel. En wat zeg je nou ook alweer? Boeroe, koeboe, kik, es. Ja, boeroe, koeboe, kik, es. Ah, jongens. Dan moet ik weer plassen. Komt er al dat water natuurlijk. Waar kan je hier plassen in Afrika? Weet iemand dat? In de bosjes? Oh, ik ga wel even daar plassen, in de bosjes. Kunnen jullie even op het tonnetje letten? Ja, dat mag niet van Ernst, hè?
Nee, weet je wat? Ik schrijf wel even een briefje. Ik schrijf even een briefje voor Ernst, dat hij weet waar ik ben. Dat is misschien wel beter. Wacht maar even. Nee, weet je wat? Ik maak er een rijmpje van. Dat is nog leuker. Ernst vindt rijmpjes namelijk ook hartstikke leuk. Kunnen jullie ook rijmen? Oké, rijm maar mee. Beste Ernst. Oh ja, dit is leuk. Hoor je een waterig geluid? Dat klopt. Ik ben er even tussen uit. Heel goed. Ik ben langs de bomen mijn water laten stromen. Groetjes, Bobby. Nou, hartstikke leuk, hè? Oh, hartstikke leuk. Ik plak hem eventjes op de tom en... Wacht eventjes. Ik plak hem op de tom. Hier een takje. Ik prik hem, prik. Op de tom. Het ding moet blijven zitten, wacht maar. Oh, kijk eens, hier, dit doe ik. Ik tik hem wel even. Ja, zo is die goed. In de tom. Oké, jongens, ik ga even plassen. Als er wat is, meteen gillen. Oh, plassen, 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 plassen. Oh, oh, wat is er? Wat is er? Ah, oh jee. Niks aan de hand. Alles onder controle. Oh man, hoe kan dat nou? Ah, oh jee. Niks aan de hand. Alles onder controle. Oh, Ernst? Ah, oh, no. Moet je kijken. 1 euro. Wat is dit nou weer? En het tonnetje is leeg. Bobby! Bobby, wat is er gebeurd? Bobby, je gaat me nu vertellen wat is er gebeurd. Er heeft iemand in het tonnetje geplast. Er heeft iemand in je mond geplast. Wat is er? Nu zeggen, Bobby, waar is dat water? Ik wil nu antwoord. Ah, het water zit in mijn mond, man. Nou zit het in mijn buik. Oh. Wat is er gebeurd? Ja, tonnetje lek. Lekker. Nee, lek. Niet lekker. Niet lekst. Gewoon lek. Oké, okay, nou, misschien maakt het wel niet uit, want ik heb voor 1 euro een schop gekocht. Oh, is ook niet duur. Hier, 399 euro terug. Okay. Terug. We gaan gewoon hier die waterput graven. Oké. Okay. Als we water hebben gevonden, dan plakken we die ton en dan vullen we hem wel. Okay. Misschien maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Oké. Okay. Hey, maar Ernst, ik heb eigenlijk 1 vraagje. Ja. Ik zie nergens de hutjes van de mensen van de Nabucco-stam. En ik heb trouwens de mensen ook nog niet gezien. Waar wonen die? De mensen van de Nabucco-stam. Ja, ja, die wonen niet hier. Waar wonen die dan? Die wonen 6 kilometer die kant op. Maar de ergste kunnen we die waterput toch veel beter 6 kilometer die kant op maken. Want anders moeten ze helemaal hier naartoe komen lopen. Nee, daar heb je wel gelijk in. Het enige is, dat gaat niet. Waarom niet? Bobby, natuurlijk is het beter om daar een waterput te hebben. Maar dat kan niet, want wij zijn hier stiekem. En als wij daar een waterput gaan graven, dan zien ze ons. En dan weten ze dat er iets niet helemaal klopt. Niemand mag weten dat we hier zijn natuurlijk. Ja. Wacht eens. In dat winkeltje. Ja? Ja, perfect. Ik heb wat gezien. Jongens, niet schrikken. Ik ga even... Kom eens mee. Wat ga je nou doen? Even naar dat winkeltje. Zeg nou gewoon wat... Kom eens mee. Heel vervelend. Bij de Nabucco-stam was het al droog. Maar het wordt nog veel droger daar. Daarom zou het extra fijn zijn als de gift van 200.000 euro van Ernst en Bobby daar eindelijk aankomt. Maar Ernst en Bobby hebben nog steeds geen contact met ons opgenomen. Ernst en Bobby, als jullie dit horen, bel meteen naar de studio. Moet je kijken, die andere ziet er nog gekker uit. Kleed enorm af, zo'n apenpak. Ernst, die aap praat net zoals jij. Lachen met jou, zeg. Je stinkt ook als een aap, Ernst. Hou nou even op, man. Oh. We zijn er, we zijn bij de Nabucco-stam. Leuk, hè? Hier zijn die. Oh, kijk nou, joh. Oh, een olifant, jongens, een echte. Oh. Oké, Bobby. Leuk, en die hutjes, kijk eens, Ernst, hoe leuk. En hier, oh, wie zou onze buurman zijn? Het doet er niet toe. Oh.
Ernst, volgens mij is dat Jaap Stamhoofd. Jaap Stamhoofd? Ja. Weet je trouwens dat vroeger een hele goede voetballer was? Nee. Ja, joh. Nou, maak net. Bobby, we gaan gewoon hier naast de hut van Jaap, gaan wij die waterput graven. Ja, leuk, want dan kan hij zo zien, Ernst, dat wie er is. En dan kan hij misschien eventjes afwassen of zo, ja, water halen. Hier. Maar wacht eens. Wat is er? Hij kan het zien. Ja. Als hij nou dadelijk uit zijn raam kijkt, ja, ziet hij ineens twee apen met een schep heel hard een put graven. Dat is toch raar? Dat is toch verdacht? Dat doen apen toch nooit? Dat is ook mooi. Je zit alleen maar zo. Dat is ook mooi. Je verzint iets en vervolgens gaan we het doen en dan zeg je het is geen goed idee. Hé, hey, ik had er even niet over nagedacht, Ernst. Oké. Okay, het is wel waar. Het is wel waar, ja. Nou, weet je wat? Ik heb de oplossing volgens mij. Ik heb dat teentje, dat van RTL Nieuws, dat witte teentje waar we in geslapen hebben. Ja? Die heb ik meegenomen. Niet? Ja, joh, die heb ik meegenomen. Die zetten we gewoon hier neer. Ja? Ga ik in die tent graven, dan gooi ik het zand eruit. Perfect, dan ziet hij niks. En dan zie je niet dat ik aan het graven. Okay. Hartstikke goed. Help even mee duwen, dan zetten we die tent hier neer. Nee, dat hoeft niet. Wat dan? Het is een trekkershut, die kan je gewoon trekken. Is dat zo? Ja, doe maar gewoon. Zie je? Veel makkelijker. Oké. Okay. Handig, Ernst. Had je die gewoon bij je? Heb ik gewoon bij me. In mijn binnenzak. Maar wacht even. Hij is wel een beetje wit, Ernst. Ja, het is een witte tent. Heb je vaker met witte tenten, ja. Ja, maar Ernst, als Jaap nou uit zijn raam kijkt, ziet hij ineens een hele grote witte tent in zijn achtertuin staan. Is toch ook raar? Ik kan er niks aan doen. Kunnen we hem niet een ander kleurtje geven? Ik heb er geen verf bij me. Kan er niet wat overheen? We moeten er wat overheen doen, joh. Hier, dit. Wat is dat? Dat is een net. Heb je die al lang? Nee, die heb ik net. Dit was de slechtste grap van de voorstelling, dames en heren. Verschrikkelijk. Vanaf nu wordt alles beter. Nou, ik heb misschien nog een slechter, Ernst. Wat dan? Netjes. U kunt aan het eind van de voorstelling uw volledig aankoopbedrag terugkrijgen bij hem. In de foyer. Oké, neem even zonder gek. Jongens, zo gaan we het doen. Jij gaat op de wacht staan, Bobby. Ik ga graven in die tent. Ja. En dat zand spuit er zo in een hele dikke straal. Ik weet niet of jullie hier zo goed zitten trouwens, hoor. Nee. Wacht maar, Ernst. We draaien het tentje wel een beetje. We gaan net zo voorlangs, zo. Ja, oh, dat is wel goed. En dan spuit het zo. Pst. Ja. Met die cameraman. Nou ja, ga maar opzij. Maar we hebben veel cameramensen. Eentje meer of minder maakt niet uit. Oké, Bobby, jij staat op de wacht. Ja, ik sta hier. En als ik dan beneden in die schacht ben. Ja. En Jaap komt naar buiten. Ja. Dan moet je mij een teken geven dat ik ophoud met graven. Ik zit 16 meter diep minimaal in de mijnschacht. Oh ja. Dat zie ik toch niet? Oh, dan doe ik drie klopjes. 1, 2, 3. Oké, dan hou ik op. Ja. Zandstraal weg. Jaap weg. Teken. 1, 2, 3 tikjes weer. En dan ga ik graven. Oké, jongens, zo gaan we dat doen. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie kijken nu nog naar Ernst. Maar in de nacht verandert hij. Dit is een ander programma. Wacht even, het is niet goed. Jullie gaan dadelijk kijken naar Ernst als een lean, mean, graaf. Machine! Oh, leuk. We hebben nog nooit applaus hiervoor gehad. We hebben nog nooit applaus gehad. U zijn een lief publiek. Ja. Oké, Bobby, ik ga graven. Ja. Ik zie je zo. Oké, kus is veilig. Kus is veilig. Kus is veilig. De eerste spade gaat in de grond. Hai! Kom maar met die tsunami. Hai! Kus is veilig. Joehoe! Jongens, Ernst! Hai! Ernst! Joehoe! Man, in welke zandbak heb jij vroeger les gehad? Zat jij op kinderdagverblijf het eenzame zandkorreltje of zo? Moet je ook kijken, man. Wat? Er komen drie zandkorrels uit. Is niet genoeg. Dan zijn we dadelijk een half jaar aan het graven. Je moet sneller graven. Het is een heel klein schepje. Snellere omwentelingen. Help dan mee. Ik heb nog geen schep. Oké. Kijk dan bij de Nabucco-stam of je ergens tussen die hutjes een schop ziet liggen. Dan kunnen we met z'n tweeën graven. Ernst, maar dan zien ze me toch. Dan zeggen ze, hé, Bobby. Het is Bobby en de rest. Wat doe jij nou hier? Dan, je hebt toch dat apenkop, die apenkop voor je gezicht. Oh, ja. Dan zien ze niet dat jij het bent. Okay. En je weet, Bobby, hoe het bij jou zit. Iedere verandering is een... verbetering. Precies. Ik zie je zo met die schop. Tot zo. Ja. Oei. Ja. Hoi. Ja. Hoi.
Oh, Bobby. Heb je al die schop? Wat doe je nou, mam? Ja, lachen. Ga nou eens schop. Wat ben je nou aan het doen? Ga eens schop. Bobby, ga. Ach, waar zou die zijn? Hij is opeens weg. Geen idee waar die is. Schiet nou toch op, man. Ga die schop halen. Schiet op, ga schop. Opschieten, die kant op, een schop halen. Hup, 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 hup. Tjonge, jonge, jonge, zeg. Ongelooflijk. Ja. Hoi. Ja. Hoi. Oh, mooi, je hebt een schop. Luister, kom. Kom, hou daar nou mee op, man. Ga in die tent. We moeten met z'n tweeën schoppen. Schiet op in die... In de... Daar word je toch moe van. Ga in. En nou is het klaar. In de tent, in de tent. Jij gaat met mij. Ja, Bobby. Ja, lachen. Gaat hij daar weg, komt hij daar terug. Het is altijd hetzelfde. Ja, kom maar. Ah. Hé, nou, geen schop gevonden. Helemaal niks. Maar ja, jammer. Waar is Ernst? Erg grappig. We hebben met z'n allen hier heel hard gelachen. Ha, 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 ha. En nou wil ik hem. Wat? Ik wil hem. Wat wil je? Ik wil een schop. Oké, geen probleem. Tjappa. Wat ben je nou toch aan het doen? Jij zegt ik wil een schop. Ik zie een schop die in je hand had. Ik heb helemaal geen schop in mijn hand. Jawel, daar hebben we hij had toch een schop in zijn hand, of niet? Nog een schop. Ik had die kop in mijn hand. Deze. Deze bedoel je. Ernst. Wat lopen ze... Wat is er? Huh? Was hier een aap? Een kleintje? Grote? Daar? Ernst, was hier een aap? Aapje? 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 Woehoe. Zie niks? Ik weet het ook niet. Zie geen aap? Huh? Hier? Was hier een aap? Wacht even, jongens, jongens, jongens. Zullen wij die aap gaan vangen? Ja! Oké, luister, dat heb ik wel eens op internet gezien. Dan moet je hem lokken met eten. Wat vinden apen lekker om te eten? Asperges, aardbeidjes, bananen, bananen. Ga een banaan halen. Banaan? Een banaan halen. Waar? Hier. Bij de Jumbo? Nee, gewoon hier, die groeien aan de boom gewoon. Jongens, dit is het plan, luister. Bobby gaat een banaan zoeken. Of mango's of aardbeien. Maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Ernst? Ja. Groei gewoon naar de boom. Ja. Gratis. Oké, heel goed. Ik ben net aan het vertellen. Die leggen we dan, die banaan, voor de tent hier. Hier? Ja. En dan gaan we ons straks, nu nog niet, maar straks gaan we ons allemaal verstoppen achter de stoelen. Dus allemaal. Dus ja, straks. Hè. Dus jongens, meisjes, vaders, moeders, opa's, oma's en Ernst. En Bobby en de rest. Nee. Huh? Jij niet. Ik niet? Nee. Want jij blijft hier op de wacht staan. Oh, net als net. Nee, want als we straks allemaal verstopt zijn en die banaan ligt voor die tent, weet ik zeker dat die aap op die banaan afkomt. Die aap die loopt naar die banaan, die steekt zijn poot uit. En op dat moment kom jij in actie. Okay. En in je hand heb jij deze schop. Ja. Die aap merkt niks. Die aap heeft inmiddels die banaan in zijn bek. Ja. Op dat moment loopt hij langs. Bang! Op zijn kop sla je hem dan. En dan valt die aap bewusteloos neer. Jij duwt de bewusteloze aap in de tent. Dan moeten we de tent met een touwtje op slot doen. Hier, dit touwtje. En dan heb jij een aap gevangen. Ja, maar Ernst, ik ga toch niet een aap zomaar met een schop op zijn kop slaan? Hoezo Weet je niet? Wat ik doe, Ernst? Als die hier dat banaantje aan het eten is, dan zing ik hem in slaap. Slaap, aapje, slaap. Dan valt hij in slaap en dan duw ik hem gewoon in de tent. Veel makkelijker. Nee, wacht. Nee. Dat slaapt nergens op, natuurlijk. Maar dat zit wel... Wacht eens even. Heb jij die slaappillen nog? Ja? Wil je nu gaan slapen, Ernst? Nee, kijk even of je ze hebt.
Ik denk het wel. Die hele sterke, die metadonder in slaap. Ja, ik hoor ze rammelen. Oké, jongens, zo, dit wordt hem echt. Luister, Bobby, jij doet de slaap... Dit wordt hem. Jij doet de slaappillen in de banaan. Oké. We gaan ons straks allemaal verstoppen achter de stoelen. Doodstil, aap komt eraan. Eet banaan met slaappillen, valt in slaap. Wij duwen hem in de tent. Touwtje eromheen, hebben wij een aap gevangen. Vind je dat een goed idee? Allemaal verstoppen, achter de stoelen. Ook papa's en mama's, allemaal naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En doodstil als je hem ziet. Mevrouw, u verpest het voor ons allemaal. Naar beneden. Naar beneden. Bukken, bukken, bukken. En nu, ach, niet flitsen, meneer. Daar schrikt die aap van. Weg, weg. Bukken, bukken, bukken. Bobbetje, waar ben je? Achter de tent. Oh, daar, daar, daar. Dood, meneer. St. Ik zie niks. Hij is goed. Je vergeet je banaan! Mam, hij heeft je banaan laten, maar hij heeft je tas meegenomen met geld. Mijn tas is weg. En die tweede schop is ook weg. Bobby, nou hebben we helemaal niks meer. Nou hebben we geen water, geen geld en geen schoppen. Alleen maar een banaan. Tjonge, jonge, jonge. Ja. Sorry. Ja. Ik kan er ook niks aan doen, ja. Ging gewoon mis. Huh? Wat? Willy. Ik? Ik snap het niet. Wat dan? Hij. Wat is er? Ik. Wij. Snap het niet. Wat is er nou? Ik snap het niet. Ah! Het is een aap! Bobby. Een aap! Ik Bobby. Zie een aap! Bobby. Pak hem! Pak hem! Het pak hem! Pak hem! Ik heb tent open! Draai hem eronder! Open. Maak hem misselijk! Open. Misselijk! Ja! Gooi hem erin! Gooi hem erin! In de tent! Kopje naar beneden! Ja! Ja! We hebben hem! Touwtje! Touwtje! Touwtje eromheen! Ja! Oké, okay, gauw touwtje eromheen! Oké, okay, knoopje erin! Knoopje erin, Ernst! Yes! We hebben hem te pakken! We hebben hem! Ik ben kapot! Yes! Hey guys! Lachen we jullie! Huh? Bobby, dat leek de stem van oma Bill wel. Oma Bill. Hey, Bobby. Oma Bill, zit u in de tent? Jazeker. Oh. Oma Bill, kijk uit, er zit daar ook een hele gevaarlijke grote aap ja. In die tent. Een zwarte aap. Here, guys. Hadden jullie echt niet door dat... Hè, oma Bill, dat u in het apenpak zat? Nee, dat hadden we niet door. Ha, het is oma Bill. Oma Bill, we moeten u iets vervelends vertellen. Wij waren hier op zoek naar schoon drinkwater, maar echt alles is mislukt. Tonnetje leeglopen, waterput mislukt, regendans mislukt. Alles is mislukt. Sorry, oma Bill. Nee, guys. Jullie waren zo dicht bij de oplossing. Hoezo? Wat is dan de oplossing, oma Bill? Kijk, het regent hier bijna nooit. Maar als het regent, regent het hier keihard. En daarom gaan we met die 200.000 euro hier heel veel daken bouwen. Het regenwater komt op de daken, stroomt door een dakgoot naar een watertank ernaast. En op die manier is er weer voor weken genoeg water. Ja, maar oma Bill, we hebben heel slecht nieuws over die cheque van 200.000 euro. Zeg jij het maar ernstig. Ja, oma Bill, we hebben brand gehad en die cheque die is verbrand. Hij is er niet meer. Nee, sorry. Dat is het probleem. Oh, maar guys, een check is maar een check. Als er één weg is, schrijf je gewoon een nieuwe. Ha! Hier, ik had er voor de zekerheid al eentje meegenomen. Alsjeblieft, guys, ook namens tante Melinda, een nieuwe check. We hebben een nieuwe check. Kijk dan. Dank u wel, Bobby. Guys, ik ga me even verkleden. Zing nog even dat ene lied. Dat is zo'n leuk lied. Oh, van de regendans in Afrika. Tuurlijk, oma Bill. Gaan we doen. Ik heb wel honger gekregen van dit avontuur. Maar kunnen we wel een banaantje voor u? Wilt u een banaantje? Hier, hartstikke makkelijk. Wat is er? Oh, dat Bobby, daar staat hij slapen. Oma Bill! Ah joh, slaapt hij lekker.
slaapt hij lekker. Kom, we gaan dansen. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Regen, dat is zo fijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. En helemaal als dat in Afrika zou zijn. Jullie helemaal als dat in Bobby, het is gelukt, man. Yes. We zouden eigenlijk Loretta even moeten bellen. Daar heb je er. Loretta! Loretta, ja, hier zijn we. Waar zijn jullie? Waar hebben jullie gezeten? Ach. En heb je het geld bij je? Jazeker. Kijk eens, een cheque van 200.000 euro voor schoon drinkwater in Afrika. Goed, hè? Ik wist het wel. En wat gaan jullie nou doen met het geld? Nou, het is eigenlijk heel simpel, Loretta. We gaan daken bouwen. Daarmee gaan we regenwater opvangen. Het regenwater stroomt dan naar een tank naast het huis. En dan maken we van regenwater drinkwater. Ja, het is eigenlijk heel simpel. We hadden het veel eerder moeten bedenken. Maar ja, oh, jongens, geweldig. Zie je daar Jaap ook? Ja, Jaap, Jaap, ben je blij? Ja, dat is Jaap, dat is Hoera! Hoera! Ja hoor, hij is blij. Ernst en Bobby, bedankt. Graag gedaan, Loretta. Jongens en meisjes, vaders en moeders, wat een avontuur. Weet jullie het nog? We begonnen dit avontuur bij Ernst en Bobby thuis. Wij hadden ook geen water. Toen kregen we brand. Konden we niet blussen omdat we geen water hadden. En ons hele huis fikte af. We hadden geen dak meer boven ons hoofd. En gelukkig kregen we een tentje waarin konden we slapen. Waarin we konden slapen. Dit tentje. Bobby had eigenlijk best wel een slim idee. Want die had allemaal pannetjes en potjes onder het tentje gezet. En die had op die manier allemaal regenwater opgevangen. Ik zit me trouwens nu pas te bedenken dat het eigenlijk wel grappig is. Want helemaal aan het einde van het avontuur bleek dat de oplossing te zijn voor schoon drinkwater in Afrika. Regenwater opvangen en daar drinkwater van maken. Ja, en jongens, weten jullie dat ze in het echt dat ook zo doen? Want Ernst en ik zijn ambassadeur voor stichting Wandelen voor Water. En die doen allemaal van dit soort projecten in Afrika. En het leuke is, jullie kunnen zelf ook meehelpen. Want je kan bijvoorbeeld met je klas of met je hele school meelopen met Wandelen voor Water. In ons winkeltje ligt er een foldertje van. Moet je maar eens naar kijken, vinden we hartstikke leuk. En op onze site staat het ook. Ja. Hey, jongens en meisjes, vaders en moeders, over de voorstelling. Vonden jullie het leuk? Hey, maar wacht. Nou zeggen jullie dat jullie het leuk vonden. Maar weten jullie eigenlijk wel dat Ernst en Bobby het echt super fijn vinden dat jullie altijd naar onze programma's kijken en dat jullie hier vandaag allemaal waren en dat jullie zo goed hebben meegedaan? Dank jullie wel. Daar maken jullie ons helemaal gelukkig mee. Is echt waar. En alles komt goed, Bobby. Alles komt goed. Nou, laten we dan zingen. Alles komt goed. Maar met z'n allen. Met z'n allen van. Iedereen. Alles komt goed. Maar dan ook alles, 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 alles. Alles komt goed. Maar dan ook alles, 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 alles. De helden zijn hier. En ome Bill die ligt ergens daar. We hebben het echt weer voor elkaar. Eén ding, ik vond het wel een beetje spannend. Oh, jij vindt het altijd spannend. We zijn nog niet spannend. Het was leuk. Het was leuk. Het was leuk. Leuk. Alles komt goed. Maar dan ook alles, 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 alles. En nou jullie! Maar dan ook alles, 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 alles. Dus jongens, alles komt. Dag allemaal! Dag! Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Loretta Schrijver? En natuurlijk ook voor Jaap Stamhoofd. En dan een applaus voor de fietsende vader. Voor ome Bill. En dan, jongens en meisjes, zo hard als jullie kunnen, Ernst en Bobby. Ja! Alles komt goed, maar dan ook alles, alles, alles.